Yo, mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video van Spyro the Dragon. Ja, gaan we maar beginnen aan Colossus. Dus ik ga gelijk daarin om te beginnen. En dan gaan we dit level fixen. Nou, dat ging dus even mis zo te zien in het filmpje. Nou ja, kan gebeuren. We gaan snel door Colossus heen. Het is een flink level, dus ik moet er eventjes flink voor gaan zitten. A Yeti has been rampaging around our home. Even luisteren. But we've managed to trap him by shutting all the doors. If you talk to the other brothers, they will open the gates and guide you to him. Oké, bedankt. Even kijken. Hey, geit. Lekker, een geit. Voor mij moest ik hem chargen voor een achievement. Ik weet niet zeker. Maar ja, dat zien we wel weer. Die pinguïn lopen. En dan gaan we door met dit level. By concentrating, I should be able to open this door for you. Oké. Nou, hij is open in ieder geval. Dat is een grote jak. Nou, ik wist niet dat dat die dingen waren. Ik dacht dat het extra leven potjes waren. Dat was dan wel heel makkelijk geweest eigenlijk. En dat was weer de jak. Nou, kom maar omhoog. Who needs a key when you know how to chant like this? Ja. Enemies like those yaks are too. Ik weet. Gebruik je hoofd, ja. Dat was inderdaad een presentatie. Hoe een van die geiten chargen. Nou, oké, we hebben hem wel. Er zit er boven nog op één. Maar ja, die pakken we straks. En nu wist ik die Spirit Particles. Ah ja, dat is iets anders in deel 2. Deel 3 gaat dat weer anders, noem maar op. In ieder geval. In ieder geval het level 100% krijgen. Bij sommigen lukt dat, bij sommigen niet. En ik zit nu wel redelijk goed. Ik zie daar een extra leven. Mooi, kijk eens aan. Bam, mooi, netjes, hebbes. Extra leventje erbij. En we kunnen weer door. Hey, look what I... Even erop staan. Mooi. Twee erbij. Bam. Oké. Remember Hunter's advice. You will... Ja, oké, zo lief. Ik weet genoeg. Nou, en dan valt naar beneden die geit. Oh, even kijken. Zit er nog één geit sowieso? Nou, opbokken dus. Geitenkop. Ik heb nog niet genoeg vijanden verslagen. Maar dat komt nog wel. Ik ga eerst even naar deze. Zo, nu heb ik wel genoeg vijanden verslagen. Dus dan kan ik de overige dingen doen. Zo. Zitten daar nog gems op? Nee. Oké, dan. Doordat ik het nu wat makkelijker heb, kan ik omhoog springen hier. Zo. Even naar
deze kant eerst. En dan de andere kant. Want hierop lagen nog dingen, vandaar. En daarboven zitten ook nog dingen. Zo, een rondje van de zaak. Dan weet je overal tenminste waar die gems liggen. En hoef ik straks niet meer terug te komen. Oh, deze. Ik weet al wat dit is. We gaan het zo fixen, jongens. Dit. Zit hier ergens een... Ja, hier zit een raket. Boven geen gems. Nop. Nee, oké. Okay. Dat wou ik even weten. Hierboven zat niks. Dat wou ik even weten. En ik heb een opdracht, zie ik. Van de professor. Mooi. Die hebben ook die gems. En nog even een koprolletje. Nou, oké. Okay. En hij gaat weg. Thank goodness you scared that evil spirit away. Okay. But now it will hide in the statues. If you were to flame all 10 statues, I'm sure you would chase it away for good. Okay, doen we. De statues die zijn nu groen en zien er ook anders uit. Daar zit die spirit in. Dus als ik dit doe, dan gaan ze er vanzelf wel uit. Ho. Op naar de bovenkant. Zo, dat is 3. Even al die standbeelden natuurlijk weer eruit gooien. Ik weet dat mijn kop niet helemaal waar ze allemaal zitten. 4. 5. 6, 7. Kijken of ik daar misschien nog eentje zit. Zekerheid. Dat is dus een nee. Ik heb er nu 7 te pakken. Er zitten er dus nog een paar. En ik denk dat ik misschien wel een beetje weet waar ze kunnen zitten. Even kijken, waar zit jij? Hier zou er ook nog ergens eentje moeten zitten. Ja. 8. Dan zal die laatste voorbij de jet, die denk ik, zitten. Dat schat ik ook. Even kijken. Ja, ook. 9. En die laatste zal voorbij de jet zitten, dus daar moet ik even in. Even though I'm a vegetarian, I think you should torch that yeti. He's pretty tough though. Oké, okay, nou gaan we. Daar komt die Yeti. Nou, dat was de Yeti. I thought the Yeti. Oké, okay, mooi. Ik heb de talisman gevonden van deze wereld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mooi, die hebben we ook. En dan moet ik deze kant op. Straks gaan we er even op hier. Hier is het laatste standbeeld, dacht ik al. Ja, deze eerst. En dat was die. Well done, Spyro. You scared the evil spirit away. Mooi. En weer een orb erbij. Zo, we hebben de orb. En dan gaan we nog eventjes lekker hockeyen. Hockey met een stokkie. Zo. Ja, zo moest het eventjes gebeuren. Dus kan ik er nooit doorheen. Even kijken, hockey met een stokje dan maar. Nog even de laatste gems hier pakken. Hoe moet ik er nog? Nou, niet heel veel. Zo. Hallo, ik pak Spark, zodat ik gewoon rustig over het ijs kan sliden. 1, 2, 3. Heb ik ze? Mis er 5.
5 gems mis ik. Nou, die ga ik zo wel verzoeken. Dan eerst eventjes lekker hoekje. Weet ook niet waar die laatste 5 gem is. Zo te zien, daar ergens beneden. Ah ja, dat komt goed. We gaan eventjes hokje. Ga ik ze daarna pakken. Dit zijn er 2. Ah, ja, is goed. Ja, daar komt de goalkeeper. Even hockey met een stokkie. Ja, ze kunnen nu niet scoren. Zo, ik heb hem. Mooi, dat is 1. Balen. Ja, moet er niet gelijk op afgaan. Zo. Kak, ik mis. Nou, we zijn even aan het hockeyen, jongens. Hockey met een ijzerstokkie. Ik heb hem weer. Dat is 2. Dat is 3. Vier. 3 vijfde komt eraan. Nou, kom op. Pak die puck. Voor de laatste goal. Kak! Ik mis. 30 seconden. En ik heb hem. Oh, thank god, gered. Oké, dat was nummer 1 van het hockey. Mooi. Would you like to try a game of... Ja, tuurlijk. First to score 5 goals win. Oké, 1 tegen 1. Dus ik krijg nu ook een keepertje bij. En dan burn hem gewoon. Mooi. 1-0. Die blijft bij mij in de buurt. Auw. Mooi. Dat is 2-0. Dat gaat lekker makkelijk met hem. Hij gaat terug naar de goal. En ik kom langs. 4-0. De A is iets te makkelijk, jongens. En 5-0. Ik heb gewonnen. Easy peasy, lemon squeezy, jongens. Wat een raar iets. Nou ja. Mooi. Orb 2 is binnen. En daarbij zijn ook alle orbs gelijk binnen van deze wereld. Ik moet nog 1 gem vinden. Dus die ga ik nu even checken waar die ligt. Verder. Wat verder terug. Ah, kijk daar. Die heb ik dus gemist. En de gems zijn ook compleet. Dat betekent dus, dit level is compleet. Dus we gaan naar de volgende level. Waar we naartoe moeten. En dat zal dus een ander leveltje zijn dan dat jullie gewend zijn. Want ik kan terug naar huis. Je krijgt nog even een tussenfilmpje te zien. Ja, deze level is een stuk langer dan deel 1.
Oh. Nee. Oepsie. I'm out. Oh, dat was het Colossus level. En deze is helemaal compleet. Dus die hoef ik niet meer aan te doen. We gaan doorzwemmen. Naar het volgende level. Ligt hier nog wat bij? Nee. Oké. Mooi zo. Dan hebben we deze gems ook erbij. Easy peasy lemon squeezy. Hey, dit zijn deuren. Die moet verschillend open. Maar deze doet bijvoorbeeld zo. En dan die zo weer. En dan kan je hem zelf dicht doen. Ja. Ja, die orbs. Inderdaad. Op welke mode staat die? Nee. Okay. Ja, active camera is dat ik gewoon alles kan doen wat ik nu moet doen. Dus gewoon automatisch draaien, noem maar op. Hier komen we later, straks weer. En daarboven liggen ook nog gems. Maar die kan ik pas als ik pakken als ik heb leren klimmen. Voor nu. En in deze wereld zit ook een stukje waar ik moet voor klimmen. Maar ja, dit wordt de volgende wereld. Sunny Beach. Mensen, super bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Zo ja, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie weer bij een volgende video. Laters!